Nijmeegse studenten vertrekken alsnog naar Utrecht voor een demonstratie tegen de bezuinigingen in het hoger onderwijs. Burgemeester Dijksma van Utrecht heeft gistermiddag de organisatie verzocht het protest af te lassen en daar is gehoor aan gegeven. Maar lokale studentenvakbonden verzamelden alsnog voor een protest, waaronder de Nijmeegse Accu. Tientallen studenten vertrekken alsnog naar Utrecht om hun stem te laten horen. Nou, wij schrokken natuurlijk heel erg van het nieuws toen het afgelast werd. We waren gewoon protestborden aan het maken. We hebben wekenlang, misschien al maandenlang gemobiliseerd voor dit protest. Dus toen wij het nieuws kregen was er vooral veel woede bij de studenten. Wij accepteren deze repressie niet. Want volgens de Accu is er geen feitelijke basis voor het aflassen van het protest. De burgemeester, politie en het OM hebben concrete informatie van buiten de stad ontvangen, waaruit blijkt dat een pro-Palestina-organisatie voornemens is de demonstratie te kapen. De organisatie heeft het advies om het protest niet door te laten gaan overgenomen. Die veiligheidsreden door de autoriteiten in het driehoek in Utrecht is doorgegeven, dat er nooit transparantie over geweest of daadwerkelijk gebaseerd is op feitelijke informatie. Dus wij vinden het heel kwalijk en we zien het duidelijk als een middel dat gebruikt wordt, die onderdrukking van de Palestina-beweging om de bredere studentenbeweging te onderdrukken. Toch is er rekening gehouden met de veiligheid van alle studenten. De politie faciliteert de protest en de Accu heeft studenten geïnformeerd over hun rechten als demonstranten. We hadden er wel vertrouwen in dat wij het nog steeds konden faciliteren. We hebben de steun van meerdere studentenvakbonden van de landelijke studentenvakbond. We hebben net te horen gekregen dat de demonstratie in principe ook niet verboden wordt. Met protestborden stappen ze de trein in met een duidelijke boodschap. Die bezuiniging van 1 miljard op het hoger onderwijs en die langstudieboete, die raakt studenten gewoon heel erg hard. En studenten hebben het al moeilijk, onze basisbus gaat omlaag. Meestal moeten werken voor een minimumloon vaak. Dus het is gewoon heel belangrijk om ons recht op betaalbaar en toegankelijk onderwijs op te eisen.